Goedemiddag, meneer Parmisser. Laten we zo staan. Zo. Ja. Meneer Parmisser, wat gebeurt er hier? Nou, het zijn een paar partijen. De partijen die zijn, hoef ik niet bij namen te noemen, zijn bekend bij u, neem ik aan. Ik zie verschillende. Ik heb PDO gezien, ik heb HVB. Ja, en we gaan een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Dat we met elkaar optrekken. Zonder dan nog in detail, ja. Te gaan over wat veel mensen denken gelijk aan wie waar op welke kandidatenlijst gaan komen en dat soort zaken is nog niet in vragen. We gaan gewoon een goede samenwerking aangaan, dat we optrekken, dat we die bekende verandering wensen qua beleid in dit land. Want wat we nu hebben is, uit andere hoofden, vinden wij desastreus. En dan moet er een goede omkeer komen voor land en volk. Ja, daar gaat het eigenlijk om. Daar houdt die samenwerking in. Oké. Ik was een beetje confused, want ik dacht dat... Was het niet de NDP die samenwerking had verboden? Pre-electorale samenwerking had verboden? Oh ja, maar het is een samenwerking, maar we hebben nog niet gezegd of wij als partijen, ja toch, samen de verkiezingen gaan, in welke vorm dan ook, et cetera. Dat hebben we daar nog niet gezegd. En als het komt, dan zal er sprake zijn, conform wat we gezegd hebben per electoraal, dan zal er sprake zijn, maar ik loop ver vooruit van één lijst, waar die lijst ook zal zijn. Dat is het eigenlijk, ja? Oké. Goed. Dan ben je daarover geïnformeerd. Dus wie gaan er precies meewerken? De HVB, de PDO en Nieuw Suriname met de NDP. Dus het wordt een voorlopig blok. Ja, klopt. Ja. Wat zei je? Content voor? Dus het is een voorlopig blok. Ja. Ja, het kan altijd uitbreiden. Maar, oké. Okay. Oh, weet u al wanneer de verkiezingen gaan zijn? De bestuursverkiezingen van u? U stelt me toch een moeilijke vraag. De enige autoriteit die moet aangeven is de president. En ik heb... Ik bedoel in de NDP. De bestuursverkiezingen in de NDP. Oh ja. Ja, wat is uw vraag? Wanneer is de nieuwe voorzitter bekend? We hebben een verkiezingscommissie en die is druk aan de slag. Wij hopen dat we het uiterlijk eind van de maand dat hebben. Maar we gaan niet rushen. Dat is een echt een democratische gang van zaken.
Wij hopen dat, zodat we op tijd, ja, op 6 juli, op onze massameeting dat bekend kunnen maken. Maar als dat er niet is, dan is het no sweat. Zouden we jammer vinden. Maar wij hopen dat. Okay. Ja, oké. Okay. Goed. Zo, dus dat is die drukte hier met verschillende politieke partijen. PDO, nu Suriname en... PDO, nu Suriname en HVB. Die gaan zo meteen een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de NDP. Waar gaat dat gebeuren? Oh, laten we meneer. Oh. Oh, meneer Parmeester volgen. Een mooie plaats. Aha. Dames en heren, voorzitters van de politieke partijen hier achter de tafel. Om u te vragen om op te staan. Surinaams volk. We hebben hier... We zingen beide coupletten. Gewoon Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen. U zal nu worden toegesproken door de heer Jojo. Een goedenavond, partijvoorzitters, voorzitter van de NDP, de heer Ramon Abrahams, meneer Mike Noorsalim van de HVB, de heer John Nassib daar van Nieuw Suriname en de Waldina en van PDO. We zijn hier gekomen om gade te slaan een historisch moment waarbij een convenant overeenkomst gaat worden getekend tussen de partijen hier achter de tafel. Het is een eer voor mij vandaag om u namens het onderhandelingsteam bestaande uit mevrouw Jennifer Simons. Ze is nog niet naar binnen gekomen, maar ze gaat ter zijn tijd wel aansluiten met ons. De heer Ashwin Adin, de getekende. Ik aan u. Ongeveer eind 2021 opperde voorzitter. Oh, welkom mevrouw Simons. Opperde voorzitter Boutersen de wens om gesprekken te starten met enkele buitenparlementaire politieke partijen. Het doel was om middels die gesprekken te komen tot een basis welke zou kunnen leiden tot het leggen van een stevige fundament voor politieke samenwerking na de verkiezingen. Van 2025 toe. Besloten werd om de keuze te laten vallen op partijen met wie eerst afzonderlijk, daarna collectief
onderhandeld kan worden. Als gevolg van de voorbereidingen kwamen het uit op 8 partijen, waarna jammer genoeg, na ampele overwegingen, 3 partijen het besluit namen om zich terug te trekken. De overgebleven 5 partijen, waarvan 1 nu niet aanwezig is om te gaan tekenen, omdat er een vervolg overeenkomst had moeten worden gesloten tussen de NSK en de NDP, die in de periode van 2015-2020 al een overeenkomst had met de NDP. Zitten vandaag hier om het resultaat te demonstreren. De onderhandelingen en politieke debatten waren niet makkelijk. Lange dagen werden lange maanden en ook lange jaren. Het heeft bijkans geduurd alvorens de doorbraak. Als coördinator is de deskundige steun, adviezen en doortastendheid van de voorzitter Bouterse, mevrouw Simons en de heer Adin van bijzonder belang geweest. Ik mag niet vergeten de voorzitters van de politieke partijen, hun besturen en deskundigen die ook een wezenlijke bijdrage hebben geleverd om tot dit historisch moment te geraken. Mag ik van jullie allemaal een harte applaus. Het was niet gemakkelijk, maar met het oog op de huidige, zeer slechte economie. Toegang tot gezondheidszorg en een neerwaartse trend binnen ons onderwijs. De aanstaande algemene verkiezingen die op tafel lagen, maar meer nog het algemeen belang van Suriname en haar bevolking vooropgesteld, is uiteindelijk de knoop doorgegaan. Vandaag mag u getuige zijn van een kort maar plechtig moment waarbij de waarnemer voorzitter van de NDP en de andere 3 partijvoorzitters hun handtekening zullen plaatsen onder een document welke genaamd is het samenwerkingsconvenant. Dit document markeert inhoudelijk het resultaat van de vele debatten en discussies die in de afgelopen periode zijn gevoerd. De eenheid die gedemonstreerd is geworden om dit te bereiden is prijzenwaardig. Daarom zal het ook goed zijn als na deze ondertekeningen partijen met elkaar blijven communiceren om het belang van de samenleving niet uit het oog te verliezen, maar dit vast te houden tot 2025 en vele jaren die komen zullen. Ik vraag aan de Allerhoogste om alle samenwerkende partijen te zegenen en hun veel wijsheid te geven om de voorgenomen doelen in het belang van Suriname en het Surinaams volk voorop te stellen en prioriteiten te geven. Namens de overige leden, mevrouw Jennifer Simons en de heer Ashwin Adin, wil ik ook mijn dank uitspreken aan ieder die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot dit succes en historisch moment. Ik dank bij deze u allemaal voor uw aandacht en nogmaals onze leus van de voorzitter. Suriname eerst. Dank u. Dank u wel, heer Joyo, voor zijn speech. Het is een zwakke applaus, want er is inhoud in zijn speech. Ja, goed, dames en heren. Ik wil verder ook nog een omissie goed maken. En ook welkom hier te de voorzitter van KTPI Nieuwe Stijl, de heer Usman Wansabisari, met zijn bestuur. En natuurlijk kunnen wij hier niet zijn. En mevrouw Bouterse is in ons midden.
willen wij haar ook een speciale welkom heten vandaag in ons midden. Het is natuurlijk niet zomaar omdat aan dit historisch moment is, ligt aan de basis natuurlijk de voorzitter, de heer Desiree Delano Boutersen. Goed, we zullen verder gaan. Aan het woord zal nu komen de heer Ashwin Adin, ondervoorzitter en ook onderhandelaar, zoals ik het heb begrepen. Goedemiddag, is intussen al avond, denk ik, hè? Nou, namens de voorzitter Desiree Delano Boutersen. Laat me dit zeggen, het waren lange dagen, Leonsberg. En we hebben alle natuurlijk bij elkaar gezet. En ik heb gezegd, het is toch belangrijk dat we op een rijtje zetten wat allemaal zo in tijdlijn is gebracht voor ons. Zodat we herinneren wat de voorzitter allemaal ons meegegeven heeft. Hij heeft ons bij elkaar gebracht voor een nagaan hoe wij tegen dit huidig bewind aankijken. Op een bepaald moment keken we, is er een samenwerking überhaupt mogelijk tussen de partijen? Op basis daarvan en op basis van uitgangspunten. De gedachtenwisseling heeft met zich meegebracht een convenant. Ik denk de heer Sapoen, andere juristen, de heer Welzijn hebben ook technisch nagekeken, Tantieni ook. En ik denk dat we een heel mooi product hebben opgeleverd. Het geeft een uitgangspunt in grote lijnen, ook richting de verkiezing. Dat zult u ook merken, tegen de tijd dat de voorzitters ook daarop zullen ingaan. En dit is het eerste concreet product op onze tijdlijn. Dank aan de partij, de partijen, de notulisten, de leidinggevenden. En dank voor uw overtuiging en vastberadenheid om samen op te trekken. Na vandaag, ik zei dus, we brengen in herinnering allemaal wat we zo een beetje genotuleerd hebben. En na vandaag zou de bedoeling zijn een assessment te doen van de ellende en de tijdsbommen die eventueel achtergelaten worden voor ons. Indien vooraf in te schatten is dat altijd nodig om te kijken hoe we een plan in elkaar zetten. We hebben vaker gesproken over een plan voor Suriname dat ons eindelijk uit die structurele crisis die vanaf het wegvallen van bauxiet en de tekorten die er zijn, 300, 400 miljoen op jaarbasis. Hoe gaan we eindelijk structureel daadwerkelijk aanpakken? En niet een symptoombestrijding zoals we dat nu zien. Het was dus het idee om te concipiëren een plan. En verkiezingsprogramma zal daaruit als aftreksel moeten uitvloeien. Een plan voor Suriname dus. Ten tweede, hebben we afgesproken, is aan de orde gekomen, laten we dat stellen. Het is nog in bespreking. Dat de structuren van elkaars partijen zullen moeten samenwerken. Om de verwarring eventueel die er kan ontstaan, die te vermijden. En dat we het maximale kunnen binnenhalen met de menskrachten en middelen die we ter beschikking hebben. Om te gaan zeggen, laten we ons plan communiceren, laten we onze intenties communiceren. In grote lijnen aangegeven in het convenant. Om zodoende akkoord te krijgen van het volk om het plan dat we opgesteld hebben uit te voeren. Het is uiteindelijk de zegen die we moeten vragen van het volk. Ten derde, dat dit werk ook in andere opzichten, zelfs in dit werk dat verricht zal worden in het veld met onze structuren, zal ons inzichten geven voor de DNA-lijsten, voor de RR-lijsten, voor de DR-lijsten. We gaan dat samen allemaal doornemen. En als laatste punt zullen we uiteraard de verschillende elementen die nog niet aan de orde zijn gekomen hier. Dan praten we over een campagneplan. We praten over een mediaplan. Social media is tegenwoordig heel belangrijk. Dat al die zaken ook uitgevoerd worden. Dit zijn de uitgangspunten geweest. De grote lijnen in onze gesprekken, dan bent u daar op de hoogte van. Het resultaat is ons eerste product. En nogmaals dank aan alle hier, Tante Jenny, de heer Sapoen, allemaal die technisch hebben gekeken naar het convenant. En ik feliciteer u alvast voor dit moment met uw eerste mijlpaal. Krachtig en succes. Zo, dames en heren, u zult natuurlijk nieuwsgierig zijn, maar wat staat er in het convenant dat zo aanstonds zal worden getekend
door de voorzitters van de partijen. En ik mag namens hun u daarvan getuige laten zijn. Samenwerkingsconvenanten. Gelet op de totale ontreddering van de Surinaamse samenleving op vrijwel elk vlak en gebied. De vele schandalen en beleidsblunders die het vertrouwen van de burger in politiek en bestuur ernstig hebben ondermijnd. Het rampzalig financieel-economisch beleid, waardoor de schuldenlast en de totale schuld van het land tijdens deze regeerperiode ernstig zijn toegenomen en de schuldenlast is geschoven naar de volgende regering en toekomstige generaties. De ernstige verarming vanwege het kil en onevenwichtig uitgevoerd IMF-beleid, waardoor de regering systematisch haar staatszorgplicht conform de artikelen 4, 24, 36 en 51 van de grondwet verzaakt. Het feit dat Suriname anno 2024 op de wereldranglijst van arme landen tot het zesde armste land behoort, terwijl ons land in 2019 nog op de 46e plaats stond, geeft een beeld van hoe ver wij als land zijn afgegleden. Het wordt tijd dat we zo snel mogelijk teruggaan naar herordening, willen we onszelf een betere positie gunnen. Het feit dat ruim 70% van de bevolking binnen korte periode onder de armoedegrens terecht is gekomen, vanwege een eng monetair-economisch oriëntatie en het beleid in plaats van een sociaal-economische, waardoor groei en ontwikkeling van kinderen, jongeren, vele senioren burgers en kwetsbare groepen in gevaar zijn gebracht. Het feit dat door de massale immigratie van kader en deskundigen de dienstverlening in de gezondheidszorg en het onderwijs, evenals die ten behoeve van de nationale productie, sterk achteruit is gegaan, waardoor de basis voor verdere ontwikkeling van het land is ondermijnd. Het geheel negeren en overtreden van wetten welke een bewuste en systematische afbraak van de democratische rechtsorde betekent en kenmerkend is voor een autocratisch en fascistisch regime. De openlijke polarisatie die zich nu duidelijk binnen de samenleving manifesteert, waardoor groepen steeds meer tegenover elkaar zijn komen te staan. De ernstig toegenomen openlijke corruptie. Artikel 145 van de Grondwet verbiedt inmenging in de processen van de rechterlijke macht. Welk artikel wordt overtreden? Hetgeen leidt tot het schaden van het vertrouwen van de gemeenschap in de onpartijdigheid van het vervolgingsapparaat. In het besef dat de samenleving grote behoefte heeft aan politieke leiders die nationaal belang voorrang geven boven individueel en groepsbelang, en dat een duurzame, brede samenwerking betere voorwaarden schept voor politieke stabiliteit, vooral in het huidig klimaat van sociale en economische neergang. Besluiten de partijen. De Nationale Democratische Partij, NDP, de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, HVB, Nieuw Suriname, NS, de Partij voor Democratie en Ontwikkeling, PDO, middels dit convenant een politieke samenwerking aan te gaan en zich te committeren aan de volgende uitgangspunten voor goed bestuur na 2025. Partijen zullen in cohesie met elkaar en de samenleving blijven investeren in een vreedzame, rechtvaardige, multi-etnische samenleving waarin burgers
van elke culturele en religieuze oriëntatie zich primair laten leiden door gemeenschappelijke normen en waarden ten aanzien van democratie, mensenrechten en hun verbinding met het grondgebied. Partijen committeren zich aan een politiek en institutioneel systeem gebaseerd op integriteit, verantwoordingsplicht en transparantie in besluitvorming en uitvoering als de beste garantie voor preventie van corruptie. Partijen zullen bij het verkrijgen van de regeermacht ten aanzien van voorzieningen voor bestuurders en het overheidsapparaat een rationeel en sober financieel beleid voeren. Partijen garanderen een financieel-economisch beleid dat de economie van Suriname weerbaar zal maken en dienstbaar zal zijn aan het welzijn van alle Surinamers en de adequate ontwikkeling van kinderen en jongeren door optimale investering in nationale productie, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. Partijen committeren zich tenslotte aan herstel van de democratische rechtsorde en het streven naar een open en vrije samenleving waarin de grondwettelijke vereisten voor participatie van de gemeenschap steeds beter tot zijn recht kan komen. Dames en heren, dat is wat vandaag hier getekend zal worden. Mag ik uw aandacht voor het volgende. De voorzitters zullen nu ertoe overgaan om gezamenlijk het samenwerkingsconvenant te ondertekenen. Mag ik uw aandacht daarvoor? Dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor dit historisch moment. Geweldig. Ja, nu zullen de voorzitters een korte statement aan u presenteren.
En daarvoor beginnen wij met de heer Ramon Abrahams van de Nationale Democratische Partij. U mag op uw plaats zitten. Microfoon daarin toetsen. Ja, ik heb wel een kort statement. Yes. Mag ik u allemaal ook een goede avond toewensen? Namens mij persoonlijk en namens ook de Nationale Democratische Partij. Zeg geachte voorzitters van de politieke partijen HVB, NS, PDO, besturen, kaders, leden en sympathisanten, van harte welkom en nogmaals een goede avond. Als waarnemend voorzitter van de NDP is het mij een bijzonder genoegen u een korte statement voor te houden. Het is voor mij bijzonder omdat ik de opdracht van voorzitter Boutersen heb aanvaard om het baanbrekend werk dat hij heeft voorbereid voort te mogen zetten. Bijzonder omdat u getuige mag zijn van het resultaat van de richting die hij heeft uitgezet. De politieke partijen NDP, HVB, Nieuw Suriname en BDO hebben vandaag een historische overeenkomst getekend. Historisch omdat wij nog voor de verkiezingen van volgend jaar met elkaar eens zijn dat er dringend een ander politiek bestuurlijk alternatief nodig is. Voor de NDP zijn HVB, Nieuw Suriname en PDO absoluut geen onbekende. Op basis van ons gelijkgericht zijn hebben wij eerder succesvol op politiek en op bestuurlijk gebied samengewerkt. Om tot de huidige samenwerking te komen, hebben wij gekeken waar wij voor staan en wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Het resultaat daarvan moet progressief Suriname kunnen aanspreken. We hebben reeds de formele basis gelegd en wij gaan vanaf nu verder met elkaar praten over de inhoudelijke vormgeving waarbij de mens steeds centraal staat. De kernpunten van onze samenwerking, en dan ga ik in herhaling treden van wat er ook staat in het convenant, maar het is goed om dat nog weer te benadrukken. Solidair de natievorming in alle vrijheid versnellen. Goed en gegarandeerd onderwijs voor ieder kind. Gezondheidszorg beschikbaar voor iedere Surinamer. Een garandeerd veiligheidsgevoel. Een rechtvaardig welvaart en welzijnsniveau voor Surinamers. Gespreide sociale en economische ontwikkeling. Inclusie van Surinamers bij de duurzame ontwikkeling. En een menswaardig bestaan voor ieder individu zonder angst of onderdrukking. Wij rekenen op uw aller steun om dit historisch moment verder uit te bouwen. Mijn dank gaat ook richting het onderhandelingsteam die tijd nog moeite heeft gespaard om dit vandaag te bewerkstelligen. In samenwerking met de politieke partijen en in ieder die tot een succes heeft doen komen. Ik bedank namens het hoofdbestuur van de NDP de voorzitters, de besturen en de leden van de HVB, Nieuw Suriname en PDO voor het gestelde vertrouwen in de Nationale Democratische Partij, de NDP. Laten wij samen op basis van wederzijds respect werken aan de realisatie van een sociaal rechtvaardige en harmonieuze samenleving met gelijke kansen voor iedere Surinamer, ongeacht geslacht, ras, geloof of cultuur. One nation, one destiny. Travas, Nodé. Suriname eerst,
God zij met ons Suriname. Dank u wel, waarnemend voorzitter van de NDP. Met deze krachtige statement mag ik nu vragen de heer Noor Salim om namens de HVB een korte statement aan u voor te houden. De heer Noor Salim. Goedenavond, bestuursleden van de diverse politieke partijen. De NDP, PDO, Nieuw Suriname en ook de HVB. Met deze ondertekening wens de HVB met de partners een beter toekomstperspectief te geven aan de Surinaamse samenleving. We beginnen vandaag met een politieke reis om de samenleving die in al haar geledingen is ontredderd en het vertrouwen in de politiek verloren heeft, een nieuwe kans te geven. Dit is geen gemakkelijke politieke route, maar wel één waar de HVB samen met haar partners, haar ervaring, haar kaders ter beschikking stelt aan het groter geheel. Deze politieke samenwerking moet naar onze inzicht een forum bieden aan alle progressieve Surinamers, kaders in het land om een constructieve bijdrage te leveren. Immers in een tijdsgewricht waar de economische crisis, energiecrisis, klimaatcrisis, voedselcrisis ook hun en welke crisis toch weer? Ook een effecten hebben op de leefbaarheid in Suriname is het all hands on deck. Zoals de voorzitter van de NDP, dat daarnet heeft gesteld in zijn laatste alinea. De commitments van de samenwerkende politieke partijen, zoals vastgelegd in het convenant, moeten daartoe een aanzet geven. En ik wil aanvullen op wat de voorzitter van de NDP zei, de verschillende aspecten, met nazivorming, non-corruptie, een open en kritische samenleving en het centraal stellen van de mens zijn zonder meer zaken waarvoor wij ons sterk zullen maken. En dat zijn wij verplicht aan de reeds getergde samenleving. Hoewel het onze constatering is dat de politieke uitgangspunten van de samenwerkende partijen nauwe verwantschap vertonen, en het kan niet anders als we samen zullen werken, Zullen wij heel gauw aan de politieke tafel moeten om deze te toetsen aan de gewenste contouren voor een gewenst langtermijn ontwikkeling van Suriname. U kent immers inmiddels onze ontwikkelingsslogan: onderwijs en ondernemerschap is ontwikkeling. O plus O is O. Deze domeinen zullen dan ook in een holistische benadering tot uiting komen. Wij zullen ons allen moeten inspannen om deze politieke samenwerking te presenteren als een overtuigd alternatief voor het huidig desastreus regeringsbeleid. Anders maken zij er niet. Ik dank u. God bless you all. Dank u wel. Een applaus voor de voorzitter van HVB, de heer Mike Noor Salim. En ik vraag het nu aan de heer John Nasibdar om zijn statement aan u voor te houden. Goedenavond mensen. Bestuursleden van al de partijen die hier zijn, sympathisanten, jullie zijn gered.
Jullie die hier zitten zijn nu gered. Nou, we voelen dat lijken huis. Daarom zitten jullie vandaag hier. We zouden een goed en lang krijgen. Dat gedropt is van 6e armste land naar 46e armste land. Wij hebben een land gehad. 6e is top, is hoger dan 46. Dus nu zijn we gedropt, we zijn naar 46. En waarvan 70% mensen in armoede leven. Ik denk misschien wordt het 80%. En wij van de samenwerkende partijen hebben ons sterk gemaakt hiervoor. Om te zeggen van, Suriname is het een rijk land, de mama mag bieden. En hoe langer je gaat wachten, hoe langer je gaat blijven om samen te komen, hoe erger het gaat worden. Hier ga je nu een omwenteling beginnen te zien. Men ziet dat bundeling komt, wij zijn de eerste. Gaat men beginnen te rennen nu. Vanmorgen hebben ze een bericht gestuurd dat ik in het ziekenhuis lig en dat ik niet hier zou zijn om te ondertekenen. Maar de partij heeft vele ondervoorzitters die dat konden doen. Dus dat is geen probleem. Maar waarvoor we hier zitten, is dat we on hands on deck gaan moeten werken. Met een wadjaring, lekker van hoe denk je. Maar om een nieuw Suriname van te maken. Ja toch? Maar de naam is zo klinkend dat je het moet gebruiken. Dat het een heel nieuwe dimensie gaat moeten geven aan ons politieke voering. We moeten elkaar niet meer zien als vijanden. Want dat is gekweekt in de laatste 4 jaar. Wij moeten echt gaan tegen corruptie. Elke keer wanneer ze op tv komen hoor je van, we hebben 1 miljard gespaard, dus jullie moeten blij zijn. Maar als je teruggaat vanaf het begin, dan ga je zien dat alles een fata morgana is. 200 dagen Suriname zou een paradijs worden. Nooit gekomen. Daarna zag je een licht in de tunnel. Je bent weer naar de tunnel, weet je niet. Want een loco ik om. Toch? Nu hoor je van, we hebben 1 miljard gespaard. No bribie. Laat centrale bank de cijfers presenteren. Dan ga je zien dat het 0 centen zijn. Dus, wij gaan echt hard moeten werken. Op jouw wimpje moro ligt die bank. Anderen hebben gezegd, we moeten slim stemmen. Mensen zijn slim gaan stemmen. En die reden weer pina. Je moet rekening houden dat de bekoven sector, een van die kurken van Suriname, jarenlang nou niet meer gaat bestaan. Er komt een vliegveld daar. Wanneer het komt, weet ik niet. Want alles wat ze beloven, gebeurt niet. Straks ga je andere sectoren zien. Die man heeft gezegd, hij heeft water gebracht voor Kongo-Wenen. Ik weet niet wanneer hij dat heeft gebracht hoor. Want vorige regering, ze hebben zelf een weg geopend. Dat reeds door meneer Adin was geopend. Nu weer gevonden weg. Toch? Terwijl ze vlak hier van het Hogerhuisstraat niet eens een beetje asfalt kunnen zetten. En dat gaat maken dat wij zo lang bij elkaar zijn geweest. Isab Sana Sanitee onderhandeld hoor. Dan komt iemand anders, dan moet je weer schrappen wat je hebt gezegd, want dat matcht niet. En dan hoor je, en na een tijdje hoor je van, maar ik heb meegedaan, maar ik heb geen mandaat van mijn leden. Ze heeft gezegd, je bent lauw. En dat gebeurt er nu. Maar ook vandaag hebben we een mijlpaal bereikt. We zitten hier met 4 partijen. En we hopen dat we groter worden. Maar dat 1 belang voorop staat. Suriname eerst. Daarvoor gaan we. Dankjewel, heer John Nasib Daar van Nieuw Suriname. Nu mag de heer Waldi naar in van PDO u zijn statement voorhouden. Dames en heren, goedenavond. Leden van de pers, ook van mijn kant, goedenavond. Als laatste spreker is het altijd moeilijk, want die voorgaande sprekers hebben het gras al gemaaid voor je voeten. Maar goed, als
Ik vraag me af, waarom ben ik als laatste spreker? Kijk naar me, ik ben misschien de oudste uit de groep. Nestor, Nestor. Maar goed, ik zal ook wat bijdragen. Al is het een heel klein deel. Mensen, we hebben zeker 2 jaar lang gewacht op dit moment te komen. De voorzitter van Nieuw-Suriname heeft gezegd, dit is het moment van de bevrijding. We gaan deze dag propageren als de dag van de bevrijding naar 2025. Dus wij vragen u allemaal optimale inzet. Wij die de speel gaan nemen, de voorhoede, de 4 partijen. Waarschijnlijk zullen meer partijen zich aansluiten. Maar wij beginnen alvast dit land te redden. We gaan niet kijken naar fouten die gemaakt zijn. We gaan niet kijken naar blunders die gemaakt zijn. Wij moeten leren uit de fouten. We moeten wijzer worden uit de fouten. En we gaan het volk moeten uitleggen. Wat gaan we doen om dit land Suriname te redden? En niet steeds dan de vorige regering, deze regering. Daar gaan we niet mee werken. We gaan niet kijken naar vorige en deze regering. Wij, het volk, willen weten, wat is de oplossing om dit land te redden? Ja toch? En iedereen zegt, die nationale eenheid, wij, we gaan verder. Ik stel voor dat er een ministerie moet komen van nationale eenheid, van natievorming. Een ministerie van natievorming is nodig om dit land te redden. Wij moeten denken dat we Surinamers zijn en niet meer in hokjes. Laatst weer in een interview. Ja, de HVB, de bestaan waarop je die ook bestaan. Wel, ik ga je eerlijk zeggen. Met de ondertekening gaat de HVB groeien naar de PDO. Ja, toch, mensen? Ja. De HVB en de PDO gaat groeien. Kijk maar, die kettingreactie die zal volgen. Begrijpt u? Dus ik doe een oproep aan alle Surinamers. Spaanu Makadra. Nolukusa Bipsa. Je bent niet klein of groot om toe te geven dat je fout hebt gemaakt. Ik ben blij dat de NDP toegeeft dat ze fouten hebben gemaakt. Maar dat is belangrijk. Ja? Het volk moet weten. Wij gaan niet meer kijken naar het verleden. We werken aan de nationale eenheid. En naar de bevrijding van de Suriname. Nog een loko. Smabem ik fout. Die is nog boom. Wij willen allemaal een oplossing. We willen dit land redden. Uruna Gwewekwe. Denk aan onze generatie die ons moet volgen. Anders is er een verwijdering naar de jongeren. Jullie hebben het land zoveel jaren geregeerd. Wat heb je gedaan voor ons jongeren, voor de jonge generatie? En wij zullen zorgen dat de basis gelegd moet worden voor die jonge generatie. Dat de toekomst voor de man moest doen een goede toekomst. Begrijp je? En vandaar mijn laatste oproep, kort en zakelijk. Alle mensen die nog twijfelen in deze groep, beweging van mensen, onderleiding van de NDP. Sluit je aan bij deze groep, vooral jongeren, vrouwen. Laten we gezamenlijk dit land redden. En we gaan voor een nieuw Suriname, eerst Suriname. Dat is mijn motto. United we stand, divided we fall. Thank you. Dank u wel, heer Waldi Naïn. Vandaar dat u als laatste moest praten. Dat was ook de bedoeling. Goed, dames en heren. Mag ik wederom vragen een applaus voor het moment dat wij daar net hebben gehad en de toespraken van de voorzitters. Verder zullen wij nu ertoe overgaan om het glas te heffen. Iedereen heeft een glaasje. Glaasje op, laat je rijden straks, ja? Mag ik u vragen allen op te staan? Nee, nog niet wachten. Nou, we gaan het samen. Wacht, hoe een beetje dring ik ba. We gaan, jongen. Wacht niet op de voorzitters toch. Dames en heren, wij heffen het glas op het succes van het vestigen van een stevig fundament van samenwerking onder deze politieke partijen. Daar drinken wij op. Proost! Thank you.
Ja, jullie mogen uitdrinken. Goed, dames en heren, mag ik u weer vragen om plaats te nemen? Neemt u weer even plaats? Nu is het moment aangebroken dat wij het officieel gedeelte zullen beëindigen. De pers die hier in grote getallen aanwezig is, willen wij ook bedanken voor uw aanwezigheid om dit vast te leggen. We zullen nu de gelegenheid geven aan de media om zich te verplaatsen naar de tent op het terrein. Omdat zo aanstonds de voorzitters dan zich zullen begeven naar beneden. En dan hebt u daar de ruimte om one-on-one, man-to-man met de voorzitters een kort interview te doen. Die gelegenheid krijgt u zo aanstonds. We geven u daartoe even de ruimte. De besturen van de politieke partijen hier, nogmaals bedankt voor uw aanwezigheid. En u wordt verder...